Wat heb je allemaal gezien? Vertel eens. De molen. De molen. Het huis van mijn oom en tante. Het huis van mijn opa en oma. En de boerderij van Van der Raar. Het was ook leuk om te zien dat ze zwaaiden. Ja. Je zag ze zwaaien? Nou, ja. Echt waar? Zo naar het zonnepiep. Ja. Oh. En gaat er maar buiten zwaaien. Die zit hier vlak achter. Dus die zwaaiden. Ja. Daar zo, aan de rand van de Leerwijk. Oké, heb je je huis gezien? Ja, ik zag wel een beetje het wijkje. En geen buurjongens gezien? Nee. Heb je geen hoop tevreden, joh? Nou, ik dacht wel, ja, toen ik hier met de fiets hier naartoe kwam, was ik wel een beetje zo van, dat durf ik niet. Maar ja, hier zo is best wel leuk. En daar wonen hun, ja. Waar heeft u gewoond? Op de Oude Weg, op de hoek Ladyweg, Oude Weg hebben we gewoond. Maar dat is nu bedrijventerrein. Dat is nu Spanelanden en vroeger heette het de gemeente Reiniging, dat klopt ja. En daar stonden huizen? Daar stonden twee woonhuizen stonden daar. En we hebben hier voor de rest alles zien opbouwen. Dus, ook deze toren? Ook deze toren, ja dat klopt ja. Dus, dat is dan apart om dat nu op te staan? Ja, want ik begreep van de mensen van Happy dat dit de eerste keer is dat er een kijkdag is. Dus dat klopt ja. Ja. Dus het is wel uniek natuurlijk. Je maakt mensen wel gelukkig, hè, hiermee? Ja, ontzettend, hè? Geweldig. Iedereen is zo onder de indruk en blij dat ze eindelijk eens een keer Haarlem van grote hoogte kunnen zien. Ja. En jullie maken ook anderen er nog gelukkig mee, hè? Ja, klopt. Stichting Happy. Ja, wat we doen is, we maken kinderen blij. We zorgen ervoor dat heel veel kinderen die om allerlei redenen het niet zo leuk hebben, even lekker op vakantie kunnen. En even onbezorgd kunnen spelen en kind kunnen zijn. En daar hebben we heel veel geld voor nodig. En met zo'n actie zoals dit halen we heel veel geld op en krijgen ook weer wat meer naamsbekendheid. Dus dat is geweldig. Het is echt het mes snijdt van alle kanten hier. Ja.